Hi, leuk dat je kijkt en welkom op het kanaal van Energies Gracefully. Ik ben Annette en ik ga uitpakken de beautybox van de maand augustus. Hij is in mooi blauw en dat komt omdat het thema deze maand hydrateren is. En hartstikke belangrijk voor je huid natuurlijk. Dus ik ga met jou door de 6 producten die er deze maand in de box zitten. Ik zal hem eventjes openmaken. In de deksel staat, even kijken hoor. Hydrated skin is happy skin. Nou, dat klopt ook wel natuurlijk, want als je huid lekker aanvoelt, dan is de helft al gewonnen. Dit zijn de producten in de box. Ik ga er met je doorheen en ik vertel je eventjes wat het is. Er stond trouwens ook op de eerste pagina van het boekje The Beauty Story met een QR-code. En dat bleek de inschrijving te zijn voor de adventskalender. Het is tenslotte augustus, dus binnenkort vallen ook liggen ook de pepernoten weer in de winkel. En, dus ik heb eventjes mijn naam op de lijst gezet. Ik denk dat ik dit jaar wel weer de adventskalender van Look Fantastic ga kopen. Ik twijfel al een paar jaar ook over die van Cult Beauty. Maar daar kreeg ik ook gisteren een e-mail van. En die van Cult Beauty die gaat dit jaar €275 kosten. Nou, dat is me echt veel te veel geld. Het is, ik heb wel even gekeken wat er allemaal in zit. Die hebben 13 full-size producten en 12 luxe minis. En ziet er echt weer fantastisch uit. Maar ik vind €275 voor een adventskalender, dat vind ik gewoon, dat gaat me een beetje te ver. En ik kan hem, die van Look Fantastic kan ik altijd met een mooie korting kopen. Volgens mij krijg ik altijd iets van €15 korting. Omdat ik natuurlijk lid ben al jaren van de Beautybox. Dus ik denk dat het dit jaar gewoon weer de Look Fantastic box wordt. In de box deze keer een selectie van deze producten eigenlijk allemaal. Ik had al bij een van de Engelse beauty bloggers gezien die ik volg, dat zij zo'n hele grote pot haarmasker had. Daar was ik wel een klein beetje jaloers op. Want ze zitten bij mij dus niet in. Maar we gaan kijken wat er wel in zit. Ik begin eventjes met het sneak peek product van vorige maand. Dat is deze. Dat is het serum van Medicaid. En dit is de... Ja, laat ik de bril maar even opzetten. Hè, want die lettertjes zijn echt te klein. Dat gaat niet meer lukken. Dit is de Hydrate B5 Intense. En dat is dus met hyaluronzuur. En even kijken, wat zat er nog meer in? Hyaluronse vitamine B5 natuurlijk. En natuurlijke vochtinbrengende bestanddelen zitten erin. Dus eigenlijk alleen de prijs van dit product is al... Dan heb je de box er eigenlijk al uit. Want Medicaid is natuurlijk niet goedkoop. Maar ik heb ook uit de Caroline Hines Kit al een aantal keren de producten van Medicaid mogen proberen. En die zijn echt heel erg fijn. Dus dat is die. Dan het tweede product is de Philip Kingsley Elasticizer. Als je mijn opgemaakt video van vorige week hebt gezien, heb je gezien dat ik 2 tubetjes heb opgemaakt van de Elasticizer. Hij zit regelmatig in de box. Ik vind dat prima, want het is een heel fijn product. En het is eigenlijk een pre-conditioner. Dus je doet dit eigenlijk als haarmasker voordat je onder de douche gaat stappen. En dan kan je het eigenlijk variëren van, je kan het 10 minuutjes in laten trekken. Je kan het ook de nacht zeg maar helemaal in laten trekken en dan 's morgens onder de douche stappen. Je kan het een paar uur laten zitten, een half uurtje. Meestal doe ik het een half uurtje. Dan ga ik namelijk even sporten en daarna ga ik onder de douche gewoon je haar wassen met shampoo en conditioner. En het geeft gewoon even een hele diepe conditioning masker. Zo moet je het eigenlijk zien. Dus ik denk dat er zit 40 milliliter in, zag ik. Dus ik denk dat het genoeg is voor 2 keer. En het zakje vind ik dan weer niet zo heel handig. Ik had liever een tubetje gehad, maar helemaal prima verder. En dan het derde product wat iedereen heeft gekregen, dat is deze. Dat is een Gua Sha. Nou, ik weet niet of ik het goed uitspreek. Ongetwijfeld niet, van Glof. En dit is zo'n, zo'n van jade is het. Ik denk dat dat vast geen echte jade is, want dat is natuurlijk hartstikke duur. Daar kan je zo mee je gezicht masseren en... Ja, dat zou fijne lijntjes vervagen en dat soort dingen. Ik heb helemaal niks met dit soort producten. Je hebt ook een tijdje van die kwartsrollers gehad. En als ik het dan denk ik van, oh, dat is misschien wel fijn. En het is ook best wel lekker, maar na 2 keer weet ik gewoon van mezelf dat ik het niet meer gebruik. Dus ik ga deze in de giveaway doen voor jullie. Want misschien zijn er wel enthousiastelingen onder mijn volgers die wel heel blij worden van dit soort producten.
Maar ja, wat moet je er verder over zeggen? Er staat ook van, je kan hem ook nog in de koelkast doen. Dan is hij helemaal lekker koel natuurlijk als je hem gaat gebruiken. En dus die wordt voor 1 van jullie. En dan de overige 3 producten die ik heb. Ik heb dus een nagellakje van Nailberry. In de kleur, even kijken, Candy Floss, dus suikerspin. Het is wel helemaal mijn kleurtje eigenlijk op het moment. Ik draag vrij neutrale kleur. Dat komt ook omdat ik regelmatig natuurlijk voor mijn werk wel eens de fabriek in moet. Dan mag je eigenlijk helemaal geen nagellak op. Maar ik kom natuurlijk helemaal niet verder met het voedsel in aanraking. En als ik op de verpakkingsafdeling wel eens een keertje help, dan heb ik handschoenen aan. Maar ik heb gewoon eigenlijk mijn nagels het liefst neutraal op het moment. En dan is zo'n heel klein licht kleurtje wel prima. Dus dat is die. En dan heb ik een lipgloss erin. Nee, een long-lasting liquid lipstick. Van de Balm in de kleur Meet Matte Use. Dus aangezien die aangeeft dat het een matterende of een matte lipstick is, gaat deze ook in de giveaway. Want ik heb helemaal niets met matte lipstick. Ik word al helemaal naar van het idee dat, want dat wordt vaak droog en dat gaat, nee, ik word er helemaal ibelig van. Ik moet echt altijd crème lipsticks, lekker vette bakkers en daar word ik blij van. Dus ik ga hem ook niet openmaken, want dat vind ik dan zonde. Dus ook deze gaat in de giveaway van december. Het is wel een mooi kleurtje trouwens, want ik hou wel van dit soort nude tinten. En dan tot slot zit erin, die ruikt het lekkerst. Want toen ik de box binnenkreeg, toen kwam die geur me al helemaal tegemoet. Dit is van Sacha Huan Ocean Mist Volume Shampoo. Dus een volume shampoo, 30 ml. Ik denk net genoeg voor 2 keer zo te zien. Dus deze ga ik zeker ook gebruiken. Er zat een paar maanden terug een full size product van Sacha Huan in. En dat was een leave-in conditioner. Die gebruik ik ook echt heel erg graag. Die is denk ik al voor meer dan de helft ook leeg op het moment. Hij is wel eigenlijk iets te zwaar voor mijn haar. Ik denk dat die mensen met krullen of mensen met dik haar, daar zal die beter bij zijn. Want de eerste dag heb ik echt fantastisch mooi haar. En de volgende dag lijkt het toch of het een beetje vettig is. Dus dit product is eigenlijk net iets te zwaar voor mijn haar. Maar ik vind hem wel echt heel fijn. Dus ik ga hem zeker ook opgebruiken. Dus ik ben benieuwd naar deze shampoo. Vooral omdat hij zo heel erg lekker ruikt. Dus ik ben best content met de box. Ook al moet ik zeggen dat als ik dus aan de voorkant kijk wat erin had kunnen zitten ook nog. Dan zat ook nog een vitamine C serum in kunnen zitten. Een haarborsteltje. Een potlood wat je aan 2 kanten kon gebruiken. En dan een toner, een masker, hydraterend en die andere was een oogcreme. Dus best een mooie selectie. Ik ben eigenlijk wel positief, want ik vind het serum, de Philip Kingsley en de shampoo sowieso heel fijn. De nagellak ga ik zeker gebruiken. En deze 2 komen dan in de giveaway voor jullie. Dus prima boxje voor het geld weer. En zeker ook wel weer zijn waarde opgebracht. Als ik kijk naar de sneak peek van volgende maand. Want ze laten altijd 1 product zien. Dat is de Ready Steady Glow Tonic. Die heb ik ook al een keer gehad trouwens. Dat is deze, dat is zo'n glow tonic. Dus daar kan je na het reinigen met een watje om de dode huidcellen weg te halen. Dus een exfoliërend product is dat. Ik gebruik eigenlijk altijd die van Pixie Glow. Die vind ik het fijnst. Ik vond deze, als ik het me goed herinner, vond ik deze niet zo lekker ruiken. Maar verder is de werking natuurlijk precies hetzelfde. Dus als mijn glow tonic op is, dan kan ik deze weer gaan gebruiken. Die komt volgende maand. Dus dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En een duimpje omhoog te doen. En als je volledige reviews wilt zien van producten die ik heb gebruikt. Dan verwijs ik je graag naar mijn blog. Dat is nhsgracefully.com. En daar vind je dus allerhande artikelen. Maar ook boeken die ik regelmatig lees. Ik doe elke week een soort dagboekje bijhouden. Dus ik zie je ook graag daar. En dan zien we elkaar de volgende keer. Groetjes. Hi.